We zijn in het wijkcentrum Zuid. De gemeente Wijchen presenteert hier de plannen voor de herinrichting van het Oosterpark. Lambert van Beuzenkom, gemeente Wijchen. Er is vanavond hier behoorlijk wat aanloop naar aanleiding van de plannen die de gemeente Wijchen ontwikkeld heeft voor de herinrichting van het Oosterpark. Begint u eerst even, voor de mensen die niet zo geïnformeerd zijn, wat houden die plannen allemaal in? Nou, het is al veel jaren dat er gesproken wordt van het Oosterpark. Het zou eigenlijk meer gebruikt kunnen worden. Meer mensen mogen daar plezier van hebben. Dat is aanleiding geweest voor ons om de planten op te bezetten. Maar zowel recreatieve elementen, maar ook de natuurwaarde die het park heeft. Om die ook beide zeg maar, in een plant te gieten. En met name voor de recreatieve elementen, dus voor het gebruik van allerlei leeftijdscategorieën een belangrijk element is een soort trimbaan, eigenlijk een verharde baan waar mensen op kunnen hardlopen, maar waar ook kinderen op kunnen skileren of op fietsje kunnen rijden. Dat is eigenlijk een groot element wat heel erg opvalt. Wat is het tijdsplan tussen vanavond en die eerste commissievergadering van de gemeente? Ik verwacht. Het is even afwachten wat precies de reacties zijn, maar ik verwacht dat we direct na de zomer de reacties en het voorstel naar de gemeenteraad kunnen sturen. Irma Kroeze, secretaris van de leefbaarheidsgroep Kerkenveld. Jullie zijn betrokken geweest bij een deel van de plannen voor dit park. Kunt u dat even toelichten? Ja, dat kan ik wel. Wij hebben een aantal jaren geleden al een plan opgevat om een sportontmoetingsplek in het Oosterpark te realiseren. En jongeren zijn vorig jaar met een petitie van 339 handtekeningen naar de gemeenteraad gegaan om te vragen of de gemeente daaraan mee wilde werken. De gemeente wilde dat. En wij hebben dat plan voor de jongeren opgepakt in die zin dat we het administratief ook begeleiden. Want wij zijn een stichting, wij kunnen subsidie aanvragen. Dat kunnen de jongeren zelf natuurlijk niet als individu. En omdat wij dat plan wat wij hadden graag geïntegreerd willen hebben in het totale plan voor het Oosterpark. Doen wij deel aan de vergaderingen die daaromtrent worden gehouden. Je hoort wel eens, hè? Er is daar al de JOP, hè? De jongerenontmoetingsplek. Je hoort wel eens mensen zeggen, hè, die jongeren die hangen daar en die doen allemaal dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En met zometeen het naar dat park brengen van een sportkooi en een skatebaan zal er nog meer overlast komen in dat Oosterpark. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat het Oosterpark, zoals de gemeente dat zelf heeft aangegeven, een park moet worden waar plek is voor alle Wijchenaren. En dat betekent voor oud, maar dat betekent ook voor jong. Dat betekent ook voor natuur. Alle belangen mogen gewogen worden en iedereen mag een plek in dat park vinden. En dus ook de jongeren. En uit ervaring weet ik dat met name in Wijchen Zuid het altijd heel lastig was om voor jongeren iets te realiseren. Vonden wij toen we hoorden dat de herinrichting van het Oosterpark weer werd opgepakt, dat een uitgelezen kans was om nu toch iets te kunnen realiseren voor de jongeren. En het Oosterpark ligt prachtig centraal voor Wijchen Zuid, Kerkenveld, Huurlingsedam, maar ook nog voor een stuk van Wijchen Oud en eventueel het centrum. En het is helemaal niet erg als jongeren elkaar ontmoeten. En de ervaringen die wij hebben, we hebben een werkgroep gevormd met jongeren om zelf de plannen te maken. En wij hebben er hele positieve ervaringen mee. Jongeren hebben goede ideeën. Ik heb net een jongere die vorige week voor mij een heel activiteitenplan heeft geschreven voor de skatebaan. Met welke activiteiten ze allemaal willen gaan doen als de baan er één keer ligt. Ik begrijp best dat mensen soms een groep jongeren moeilijk vinden om die te benaderen of om aan te spreken. Maar ja, misschien moet je het ook gewoon eens doen, want je kunt ook wel eens positief verrast worden. Rina Pijnappels, voorzitter Natuur en Milieu Wijchen. Geeft u eens een reactie op de plannen voor het Oosterpark? Er zijn heel veel meningen en we willen iedereen tevreden stellen, maar wij komen dus eigenlijk op voor de natuur. Er moet gerecreëerd worden, al die dingen meer. Maar er zal rekening ook gehouden moeten worden met de dieren. Er wordt gesproken over het struinpad, hartstikke mooi. Als iemand daar loopt is geen probleem, maar een hond erbij is wel een probleem, want er lopen ook dassen. Dus die kunnen daar hinder van vinden. Er wordt een skatebaan daar gemaakt. Nou, en Wijchen Zuid is een skatebaan, alleen die zou mooi
uitgebreid kunnen worden voor de wat grotere jeugd. En dan hebben wij natuurlijk onze gemeentedepot, die we daar heel graag weg willen hebben. Want het is echt een minpunt daar. De vrachtwagens die daar toch rijden. En we willen daar dat de mensen gaan picknicken, met de kinderen rond kunnen spelen. En niet op hoeven te letten dat er iedere keer zo'n vrachtwagen langs komt rijden. Want dat is echt niet mis daar, hoor. En dat zien we liever een voedselbos of iets verrijzen waar mensen noten kunnen plukken, appeltjes kunnen plukken, noem maar op. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En ik denk inderdaad dat de gemeente hun best gaat doen om een heleboel mensen tevreden te stellen. Maar ik denk niet dat het iedereen zal lukken, denk ik. Maar we doen ons best. Theo Heesen, lid van de Volkstuinersvereniging in Wijchen. De volkstuinen, er ligt een complex hè, aan of bij het Oosterpark. Zou je een reactie willen geven op de plannen voor de ontwikkeling van dit park? Ja, de volkstuinen liggen midden in het Oosterpark, dus niet aan de rand. En nou ja, als volkstuiners zijn we eigenlijk wel in grote lijnen heel blij met dit plan. Een van de oorspronkelijke wilde ideeën was om het hele volkstuinerscomplex uit het Oosterpark te verwijderen of overhoop te halen. Nou ja, dat blijft nu mooi intact in grote lijnen, dus daar zijn we heel blij mee. Een heleboel dingen die er in het Oosterpark gebeuren. Het wordt er gewoon leuk, veel leuker in het Oosterpark. Waar we wel vragen bij hebben is het struinpad langs het meer. Dat is uit het oogpunt van natuur, maar ook vanuit de volkstuiners. Daar zal dan een groot hek moeten komen om het volk uit de volkstuinen te houden. Want anders gaat iedereen daar zijn eigen boontjes plukken. We hebben daar twee bijenhouders die aan het meer zitten. Die moeten minimaal zoveel meter van de openbare weg afzitten. Dus daar hebben we een probleem. Terwijl iedereen vindt dat bijen essentieel zijn voor de natuur, de landbouw en al die andere dingen. Dus dat, daar hebben we ook nog wat vragen over aan de gemeente hoe dat zou moeten. Dus nou ja, zeg maar in grote lijnen heel blij met dat struinpad. Daar moeten we het nog eens even over hebben.